Hi, ik ben Lia Aroen, 19 jaar oud en ik zit in de finale van Miss Beauty of Overijssel. We moeten allemaal wel gepast blijven en ik bedoel, ik ga niet in op negatieve aandacht. Wij worden echt wel voor dat soort dingen behoed, zeg maar. Ik ben nog steeds eigenlijk perplex van het feit dat ik in de finale sta. Er deden ook zoveel mooie meisjes mee, maar ja, ik ben echt heel blij met het feit dat ik in de finale zit nu inderdaad. Nou, ik doe mee omdat ik uit mijn comfortzone wil stappen. Ik dacht, weet je wat, ik hou van presenteren. Ik hou van in de media staan of in de spotlight staan. Vind ik hartstikke leuk. Ik hou echt energie van mensen. Dus ik dacht, weet je, ik schrijf me gewoon in. En met alle voorrondes die we hebben gehad, moest je jezelf kunnen presenteren. Het gaat erom, wie ben jij, waar sta je voor, wat zijn je principes. Innerlijk is echt een heel groot deel. Anders zou je, ja, het wordt echt meegenomen naar met de beoordeling, zeg maar. Wat ik zou over willen brengen is, get out your comfort zone en ga ervoor. En dat je elke kans moet grijpen om jezelf te ontwikkelen. Wees gewoon bewust van jezelf. Weet wat je allemaal in huis hebt en ga ervoor. Want dat is eigenlijk ook hoe je het meeste succes behaalt in principe. Ja, deze heb ik bijvoorbeeld op de casting zelf gedragen. Daar ben ik ook heel blij mee. Het heeft me uiteindelijk ook naar de finale gebracht. Maar voor vandaag wordt het toch wel deze. Mag je deze kant op lopen? Ja. En pose. Sluit. En weg. Nou, ik coach je eigenlijk het gehele traject. Dus van begin van eind. De meiden in eerste instantie natuurlijk kiezen. Daarna natuurlijk de trainingen en uiteindelijk de finale. Waar ze opnieuw, zeg maar, worden gejureerd. Hup, hup, hup. En open. Sluit. Naar voren en weg. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat op het moment dat jij naar een fotograaf heen gaat, dat er altijd iemand bij is. Je bent natuurlijk ook bij Lia thuis geweest. Nou ja, ik vind het dan belangrijk, omdat ik jou persoonlijk niet ken en wij geen contract hebben samen, dat er gewoon iemand bij is die continu aanwezig is. Daar zitten we gewoon echt wel bovenop, dus dat vind ik gewoon het belangrijkste. Ik moet eerlijk zeggen, onze coaches zijn ook best wel streng in van ja, let op met wie je samen gaat werken, let op fotografen, weet je. Anders laat ons eerst zien, dan kijken wij voor jou of het een juiste keuze is wat je gaat maken. En wij worden echt wel voor dat soort dingen behoed, zeg maar. Daarnaast krijgen ze natuurlijk ook nog gewoon social media training. Want je weet natuurlijk, er wordt ontzettend veel met social media tegenwoordig gedaan. Ik vind het heel leuk als mensen mij complimentjes geven en zo. Maar dan wel, het moet allemaal wel gepast blijven. En ik bedoel, ik ga niet in op negatieve aandacht of haat, weet je. Daar moet je ook wel tegen kunnen. Je moet jezelf niet laten veranderen, weet je. Mensen nemen jou zoals je bent. En aanpassen kan, maar tot daaraan toe. Je hoeft je identiteit niet helemaal te gaan veranderen. Sluit. Naar voren. En weg.